1 december. Tijd voor de winterver op Buitengoed Dorpal. We gaan even kijken, de lichtjes zijn mooi opgehangen. En ik wil even weten, branden de fakkels ook? Oeh, het is heel erg gezellig op Buitengoed Dorpal. Zoals je ziet is Buitengoed Dorpal ook prachtig verlicht op deze mooie vrijdagavond 13 december. En ik wil even snel een glimpje binnenkijken, want er kon gegeten worden binnen. Ik sta hier naast Sanne Oosterbaan. Sanne, de verwachte opkomst met al dat volk achter mij. Het is goed, hè? Het is gewoon mega. Het is leuk, hè? Ik ben gewoon helemaal verbaasd dat het zo druk is. Zo druk, ja, want het is ontzettend druk. Hier achter deze schotten staat een kerstkoor. Ja. Buiten heb ik een boogschutter gezien. Is het verwacht voor u? Nou, de drukte had ik zo druk, had ik echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het heel druk zou worden, maar zo druk, nee. Ik zie hier een tent staan. Hier verkoopt ze zo te zien artikelen. Hier verkoopt ze zelfgemaakte artikelen van Medin, zo te zien. Het zijn eigenlijk wel de mooiste spullen als ze door de eigen hand zijn gemaakt. Ja, zoals je ziet de katjes die zelf worden gemaakt. Volgens mij is het zelf papier. Ja, en dan wordt met een glanslaag bewerkt, papier-mâché. Nou, ik denk dat ik hier blijf staan, want hier is het lekker warm. Zo. Het is alleen de chocolademelk. Zoals je ziet is het hier heerlijk warm en heerlijk gezellig gemaakt voor de winterver van 2013. De boom staat naast me. Ik hou van een feestje. Ik hoop jullie ook. Volgend jaar zal de winterver waarschijnlijk weer gehouden worden. Dus kom dan in ieder geval als je het dit jaar hebt gemist. En als je er was natuurlijk, bedankt Midden je van harte. Idee, daar is het. Nou ja, er zijn nu gegadigden om te schieten met de boog. Ze hebben er zin in. De portemonnee wordt ervoor getrokken. Maar de kinderen vinden het zo leuk. Het is gewoon zo fantastisch om een boog vast te kunnen houden en met een pijl te schieten. We gaan even kijken. Het is koud, maar met dat vuur maakt het wel heel erg gezellig en warm. Ja, het is zeker een handigheidje om eens een keer te kijken op www.kasteelschutters.nl. Dat is een website waar allemaal wordt uitgelegd wat deze persoon doet. Hier is nog steeds de kerstbomenverkoop aan de gang. En zelfs een vuur eindelijk. Want wat we van de week zagen was het overdag. Was er geen vuur nodig, was het aardig warm. Maar nou is er zelfs vuur. En het rookt een beetje. Staat er iets in brand, hè, jongens? Ja, maar hij kan niet voor mij weglopen, die Wim. Die Wim kan echt niet voor mij weglopen. Hij kan lopen wat hij wil, maar hij kan het volgen. Moet hier zachtjes praten. Dag meneer, wat vindt u van de opkomst? Waardeloos, meneer. Waardeloos? Ja, kijk, al die mensen hier, dat koor. Veel te rustig nog. Het is toch veel te rustig. Wat gebeurt er met de inkomsten van de eigen gemaakte producten? Die gaan natuurlijk terug naar de stichting, hè. Gewoon heel goed. De lopende kosten te dekken. Heel goed. Ja, kijk, daarvoor is dit initiatief fantastisch. Maar ik zie het. Hier worden de kerststukken gemaakt. Wim staat foto's te nemen. Het is ontzettend druk. Het is ontzettend druk in de winkel en wel door de hele. Het klinkt gezellig hier. Rustig en gezellig.